Dit programma wordt u aangeboden door Wagenborg. Voor uw overtocht naar Ameland en Schiermonnikoog. Ja, de Herenstraat vandaag, jongens. Herenstraat helemaal. U ziet het. Er is wel wat veranderd trouwens in de Herenstraat helemaal. Henk, ongelooflijk. Ja, wat fietsen hier in de Herenstraat? Moet je zien. Het shot. Het is echt ongelooflijk. Tja, wel weer met Joost van Keul, die je allemaal herkent. Topgozer. Ja, wethouder van verkeer. Weet alles van het verkeer. U gaat allemaal mensen over de stoep in de Herenstraat, maar je trouwens helemaal niet fietsen. Nee, maar u had het natuurlijk al lang gezien. Beste kijkers, Henk ook. Dit is voor Henk en mij natuurlijk ook heel bijzonder. Maar we doen voor één keer doen we Herenstraat helemaal. Maar dan in de Volkingen met Joost van Keul. De bedoeling van dit geheel is dat Joost en ik binnen 10 minuten, maar ik denk ongeveer dat zo lang de behandeling is, maar misschien hebben we nog wel een beetje doorlopen, want het zal met dit tempo komen dan niet. Nee, maar Joost, het is natuurlijk heel bijzonder, ook voor de jongens voor, hè, Walter en zo, die normaal lopen ze een beetje nonchalant. Maar nu, met die fietsers erbij, is het natuurlijk veel linker, hè? Ja, je moet opletten, hè. We gaan het probleem oplossen tussen fietsers en wandelaars. Wij gaan de irritaties wegnemen van jaren lang van waar mag ik fietsen, waar mag ik wandelen. Het is ongelooflijk, maar waar. Maar ik denk dat de oplossing nabij is, Joost. Ik hoop het, Piet. Ik hoop het. Nou, het is duidelijk. We lopen hier dus. Stoepen. Waar we nu op lopen is eigenlijk het fietspad, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Alles in dezelfde kleur. Geen stoepen. Nee. Zeg jij het maar. Nou, Piet, weet je wat het aardige van deze straat is? Is dat hij heel veel verschillende functies heeft. Ga maar eens door de week tussen 8 en 10 uur in deze straat staan. Het is één grote lange rij fietsers. Geen voetganger te zien. Nee. En als je hier op zaterdag staat, dat ging net goed. Ik heb natuurlijk wel een verantwoording voor over Ja, Piet. Ja, je bent verantwoordelijk voor mijn veiligheid nu. Als je hier op zaterdag doorheen loopt tussen 12 en 2 bijvoorbeeld, dan is het hier vergeven van de voetgangers. Ja. En dan is het voor fietsers heel erg moeilijk om daar doorheen te komen. Dus je kunt niet zeggen, weet je wat we gaan doen, we gaan de fietsers hier weghalen. Of al helemaal niet zeggen, weet je wat we gaan doen, we gaan de voetgangers hier weghalen. Dat kan niet. Nee, maar dat is een optie sowieso die echt, maar dat ook echt weg kunt gooien. De fietsers moeten in deze straat dat blijven. Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. Dat hoort bij de Volkingenstraat. Dat vind ik ook. Maar er moet wel structuur in, Joost. Wat het aardige ervan is dat het is uitkijken. Ja, maar omdat het zo druk is en omdat het nou ook eigenlijk vrij onduidelijk is natuurlijk wat er moet, is het wel veilig, want mensen houden er rekening mee. En het enige echte probleem volgens mij is irritatie. Dat er heel veel irritaties. En heb je ook nog mensen die met een bakfiets en een camera midden op de dag door die straat gaan lopen. Dat is natuurlijk eenmalig. Maar schelden, irritaties, niet weten wat. Mensen die er als toerist komen voor de eerste keer in de Volkingenstraat, denken gewoon dat dit gewoon een loopstraat is. Fietsers ergeren zich dood, dus wij moeten daarvan af. Wij moeten gewoon een oplossing bedenken als we het eind van de Volkingenstraat zijn, dat we dan tegen elkaar kunnen zeggen van yes. Ja, maar de oplossing is dus niet makkelijk, hè? Want het is niet zo dat je één stroom eruit kunt halen of dat je kunt zeggen de fietsers hebben we niet meer nodig of de voeten. Dus mensen moeten zich bewust worden van het feit dat op het moment dat ze deze straat ingaan, of op de fiets of lopend, dat ze rekening met elkaar houden. Ja. Want op het moment dat je namelijk weet dat je de openbare ruimte moet delen met een andere vervoerstroom, met andere mensen, dan is de irritatie is al weg. Dus ik denk dat een van de belangrijkste oplossingsrichtingen is van god, mensen bewust maken van dit is een bijzondere straat, dit is een lastige straat, dit is ingewikkeld, hou rekening met elkaar. Ik heb natuurlijk mijn volweg gedaan, ben naar Amsterdam geweest, 9 straatjes in Amsterdam, super belangrijk, super bekend ook, maar daar gaat het wel goed. Ja, maar die straat is, met leuk hoor, 9 straatjes in Amsterdam, maar dit is veel drukker. Nog drukker dan de Volkingen? Dit is drukker. Ja, de Volkingen is drukker. Ja, veel drukker. Dus daarom werkte de 9 straatjes wel. Daar hebben ze de voetpaden wat verhoogd. Ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Dat werkt daar goed, omdat het ook iets meer ruimte is. En er zijn dus een stuk minder fietsers, waardoor het gewoon daar wel werkt. Maar hier, ik geloof er niet in dat het werkt. Want je zult toch met elkaar hier in deze straten voor moeten zorgen dat je het oplost. Maar wat is nou de... Hey. Maaike. Hey Maaike. Goh, leuk hè? Ja, hey, zal maar een koffietje? Ja, daarom ben ik. Bij Puur.
Nee. Luister. Ja, wel bijzondere afspraken. Ja, nee, doe het best. Luister nou, Joost. Het gaat gewoon door. Wij lopen ook door. Maar wat is nou de optie? Wat is nou de oplossing? Nou, we hebben natuurlijk over nagedacht. We hebben zelfs even een rondje gemaakt langs de ondernemers hier in de volking. Ze zien het probleem ook. Maar die zitten er wel in van, ja jongens, we moeten dit oplossen. En het is volgens mij inderdaad de oplossing. Borden, banners, desnoods kalken wat op het trottoir. Dat mensen die hier dus binnenkomen, dat die zich bewust zijn van het feit dat ze de ruimte moeten delen met elkaar. Kijk, als het zou werken om de stoepen te verhogen. Maar kan het ook niet in andere kleur? Dit bij wijze van spreken bruin, dat rood, dat geel. Dat mensen weten waar ze wel en niet mogen fietsen. Schuine streep lopen. Lastig hoor. Jan Willem. Wie? Ja, Henk. Jan Willem. Doe de camera even bij Jan Willem. Die heeft hier de eigenaar van Puur. Dit is de wethouder Joost van Keulen. Hallo Jan Willem. Hi. Ik probeer met Joost en Timmer in de chat. Jan Willem probeer ik de oplossing te vinden. De solution voor dit probleem. Vandaag? Ja. Fietsers en wandelaars. Geen irritaties meer. Gewoon zoals het hoort. Ja. In heel kort. Wat is de oplossing? De oplossing zou zijn. Denk ik dat er een wat duidelijker. Jij moet hier eens spreken, hè? Daarin, kijk dat dit ding. Op mijn revers. Ja, dat is het geval. Nee, ga door. Heel romantisch. Nee, wat heel goed zou zijn, is denk ik als er een duidelijker verdeling zou zijn tussen fietsers en voetgangers. Kijk, we hebben beide fietsers en voetgangers, die hebben we hier nodig in deze straat. Dat is belangrijk. Voor het leven in de straat ook. Maar op andere plekken in Nederland zie je wel eens wat betere oplossingen dan dit. Dit zijn mooie steentjes, de gele steentjes. Ja, maar jij wil dus zeg maar toch een afscheiding van in kleur ook van fietspad en stoep. Dat zou het mooiste zijn. Joost? Ja, dat is belangrijk. Dus, hebben dat portemonnee maar. Hartstikke idee. Ik zou het graag doen als het een oplossing zou zijn. Maar we hebben het elders in de stad. We hebben experimenten gedaan van, joh, we maken de stoep een andere kleur. Zodat mensen zich realiseren dat ze, nou ja, op een fiets... afscheiding kunnen krijgen. Laat me nou even uitpraten, joh. Ja. Piet? Ja, hij heeft geen microfoon. Dus, nou, dat scheelt, ja. De Stim heeft ook een winkel hier. Ja. Het werkt niet. Heiboer. Het werkt niet. Mensen trekken zich er geen klap van aan. Zeker hier niet. Dus ik zei net ook al tegen Piet. Volgens mij is het probleem niet zozeer dat hier fietsers en voetgangers door elkaar zijn. Want ze houden onbewust wel rekening met elkaar. Het probleem zit in de irritatie. Dus mensen worden... dat we een soort norm- en waarde debat moeten gaan voeren. Nee, ik vind dat mensen die hier inkomen in deze straat, dat die zich er bewust van moeten zijn dat het een smalle straat is waar voetgangers en fietsers elkaar niet naar het leven moeten staan. Ja, dus op het moment dat je bewust bent van het feit. Duidelijk maken, want als je nou goed kijkt, hier komen dus heel veel dagjesmensen in deze straat, hè? Dus dat is het grootste probleem. De meeste Groningers weten het misschien wel, maar de dagjesmensen... Heb ik tegen jou gezegd? En dat zijn, zijn er heel veel. Dagjesmensen weten het absoluut niet. Die begrijpen het niet. Ja, maar Duitsers en Engelsen kunnen geen borden lezen of zo, zeg je daarna? Nou. Ik ken heel veel Duitsers en Engelsen die daar echt heel veel moeite mee hebben. Even zonder flauwekul, maar die mensen letten gewoon niet op. Nee, dat klopt, maar die hebben een dagje uit. Precies. Prachtige straat, prachtige huizen. Maar je moet zorgen dat ze wel. En ze moeten zich in ieder geval bewust zijn van het feit dat het een bijzondere straat is. Als jullie zeg maar even naar de hoek gaan lopen, maar daar is zeg maar de final touch. De final touch. Ja. Dan loop Joost en ik door. Kijk, er zijn toch die suggesties. Er toch ook in kleur. We kunnen weer door. Mooi zijn, hè, met die bakfietsen. Mooi, hè? Fantastisch, jongens. Hey, Henk, is toch een keer wat anders, hè? De volking, hé. De spirit ook. Ik bedoel, als je 356 keer neer een straat hebt gelopen en dan zo de volking, en de volking blijft natuurlijk een topstraat. Zeker. Super, na de Herenstraat toch de mooiste, misschien wel de mooiste straat van de Big City. Hey Willem. Ik vind alle straten zijn mij even lief in de stad, Piet. Willem Trentje, dank. Dat is natuurlijk de man die alles weet van de Volkingstraat, Willem. Hi, Willem. Nou ja, Joost, ken jij. Henk, ik heb een gesprekje met Willem ook weer hierin. Willem, want dit is mijn microfoon. Joost en ik proberen, voordat we bij de beurs zijn, de oplossing te vinden voor het probleem Volkingstraat, wandelaars, fietsers. Jij, kort, jouw oplossing. Mijn oplossing is dat de Groningers die in een hele mooie binnenstad wonen, ook heel mooi met elkaar om kunnen gaan. Ja. En als we nou met elkaar leren delen, samen genieten in zo'n mooie stad, fietsers kunnen genieten, voetgangers kunnen genieten, ze kunnen samen dromen en samenleven. Dat lijkt mij de mooiste oplossing. Maar dit kan toch niet zo lang? Want Joost, ik heb mij ook één woord maar genoemd, hier zie je nu ook weer, irritaties tussen wandelaars en fietsers. Ja. Schelden, schreeuwen. Nou, als we allemaal wat liever voor elkaar gaan worden, dan is het zo. Ja, maar dat is de oplossing, Willem. En dan regeltjes werken ook niet. Gewoon meer respect voor elkaar. Respect in plaats van regeltjes. Jij vindt dat die rotzooi die hier af en toe ontstaat, dat hoort bij de volkingen?
Die hoort in de binnenstad. En die hoort in de grote stad. Schiet je daar nou maar heel met zo'n vraag? Ja, ik denk dat hij wel een beetje gelijk heeft, Piet. Samen delen. Ik zit al jaren in de Volkeringstraat, bijna 25 jaar. Ja, nee, daarom. Ik heb nog nooit een zware ongeluk hier gezien. Nee, precies. Het vindt iedere keer zijn weg wel weer. Ja, en kan... mensen gaan ook samen op het terrasje zitten en dan praten ze het verder uit en nemen een kopje koffie. Dus je moet de irritaties wegnemen. Mensen die hier komen moeten zich bewust zijn van het feit dat ze de ruimte moeten delen met elkaar. Jij loopt ook samen met Jan-Willem en Tim naar de Final Touch, want de einduitspraken zijn bij de beurs. Doe ik even een brief. Ja, winkel dicht. Ja, doe maar ja. Dat is een beetje we gaan het laatste stukje doen met Joost van Keulen. En dan proberen we echt tot het resultaat te komen waar ik op hoopte dat Joost tegenover de raad zegt van jongens, met de volking moeten we dit en dit doen. Want tot nu toe heb ik het idee dat er niks, maar dan ook echt niks verandert. Nou ja, we hebben natuurlijk een experiment gedaan hier een paar jaar geleden. Hè, door op zaterdag de fietsers eruit te halen. Maar dat was niet echt een succes. Pas op, die hut staat daar in de weg. Ja, hoe heet je? Jaap Hut. Jaap Hut. Ja, Jaap Hut is een van de mensen die... ROEZ, hè? Ja. Nou ja, tuurlijk. Maar wel EZ met name. Hè. Weinig EZ. Overal EZ. Die kent alle winkeliers een beetje. En alle winkeliers kennen hem onderhand. Dus die probeert ervoor te zorgen dat we vanuit de ondernemers in ieder geval de signalen die zij hebben doorkrijgen. Zodat we kunnen ingrijpen. Maar Joost, wat gaan we doen? Wat we gaan doen? Nou, volgens mij, en ik wil dat graag doen in overleg met de winkeliers hier natuurlijk, want die kunt dat niet alleen. Maar ik denk dat je een eind komt met borden, met banners, met desnoods markeringen op straat. Nogmaals, om mensen zich ervan bewust te laten zijn dat ze hier de ruimte met elkaar moeten delen. Ja, dat was natuurlijk Joost, dat was natuurlijk Willem Tretje. Ja. Wie kent hem niet in de Volkingen? Hij zegt het zelf al, hij weet alles van de Volkingen. Mr. Volkingen. Ja, maar hij weet geen oplossing. Nee, jij ook niet. Ja, ik wel. Nee. Ja, wel. Mijn oplossing is hartstikke simpel. Dat mensen die hier voor de eerste keer komen, wandelend of fietsend, dat ze weten waar ze moeten zijn. En dat ze weten, de wandelaars, dat dit ook een fietsgebied is. En dat de fietser weet dat dit ook een wandelgebied is. Dat is mensen weten. Ja. Klopt. Ja, waar. Ja, klopt. En als je zegt mensen moeten weten waar ze moeten zijn, dan ben ik helemaal met je eens. Maar het is op momenten zo druk dat de stoepen te smal zijn. Of op andere momenten is het zo druk dat het fietspad te smal is. Ja, de een zegt, je krijgt daar een overloop. De een zegt de stoepen moeten breder. De ander zegt van het fietspad. Maar we hebben ooit wel bedacht, Joost. En dat is een grandioos succes geworden, Henk. Alle Groningers zijn er hartstikke gelukkig mee. Vanaf het station, de route, door de Volkingenstraat. Naar de vismarkt en terug ook via dat is het museum. Ook hartstikke goed voor de Volkeringstraat geweest. Ja, top voor de hele staat. Tuurlijk. Ja. Maar ja, die discussie die we dan kunnen voeren over auto's terug in de stad, noem het allemaal maar op, die voeren we niet. Het gaat erom dat wij tussen nu en ik denk 1 of 2 of 3 minuten de oplossing moeten hebben. Maar we zijn zo'n beetje bij het einde van de Volkeringstraat helemaal. Zo, mooi. Daar aflevering. Zijn we. Hey, hallo. Wie zijn het, Joost? Ja. Goh. Die verkeerde, hè? Hey. Maar die allemaal. Hey, we zijn bij het einde van de Volkingenstraat. We zien daar nog Maaike, we zien daar Tim. Tim heeft ook een bedrijf hier, Willem Tretschert en Jan Willem. Ja. Het lijkt mij logisch dat de boys, Henk, als je dat even wil filmen, dat de boys er even bij komen, ze hebben geen microfoon. Maar dat wij eigenlijk met z'n 5 en 6 eruit komen, dat we zeggen van, hoe doen we het? Ja, vind ik ook. Ik denk dat gewoon zeker moet gebeuren. Ja, maar wat moet er gebeuren? Want ben ik nog een steek opgeschoten. Nou ja, ik ben heel erg voor die afleiding. Je hebt het overleefd. Jullie hebben het overleefd. Jullie zijn niet aangereden. Iedereen heeft die rekening met jullie gehad. Als we dat nou met z'n allen blijven doen, dan lijkt mij de ideale oplossing. Dus er moet niks veranderen. Het perceptie van mensen moet veranderen. Misschien dat we een straat gaan... Hoor je hem wel, Henk? Ja? Oh ja. Nou, ik geloof heel erg in het verschil tussen een stoep en een straat. Ja. En een klein beetje een verhoging. Ja, dat vindt Joost niet. Nou, de verhoging is iets wel op tegen, maar dat vind jij gevaarlijk, hè? Ja, dat wordt gevaarlijk. Het probleem is dat de stoep dan op een gegeven moment te smal is en het fietspad is te breed. En dat lost ongelukken. Niks op. Nee, maar ik kan alleen maar... Je zei net van dat de 9 straatjes niet zo druk is, maar de 9 straatjes is op zaterdag en op vrijdag veel drukker dan de Volkingenstraat. In Amsterdam? Ja? Absoluut, 100%. Maar die wilden eigenlijk als de Volkingenstraat zijn. Nee, maar daar hebben ze een duidelijk onderscheid tussen de stoep en de straat voor de fietsen. Daar, het kost een beetje geld, maar het moet toch gebeuren. Maar het gaat niet om het geld. Het heeft niets met geld te maken. De oplossing, jongens. Joost, jij hier staan. Hartstikke goed dat jullie er allemaal waren, jongens. Maaike was ook leuk dat ze er is. Ja, hartstikke leuk. Nou, Willem, Jan-Willem en Tim, fantastisch allemaal. Heel goed. Henk, ik ga het afsluiten. Geef me nog even mijn hand aan.
Dankjewel Willem. Wij gaan het afsluiten, Joost. We gaan het afsluiten. In ieder geval dat het duidelijk is gewoon dat hoe je het ook bent of keert, wat er ook gebeurt, de fietsers nooit uit de volking in straat mogen. Maar als wat een dode straat, dat hoort erbij. Wandelaars en fietsers samen in de volkingen. Het is een wereldstraat, het is een prachtige straat, Joost. Eigenlijk Henk, het probleem is nog niet opgelost, maar ik heb het gevoel dat iedereen die dit ziet, en het zijn er nogal wat. Dat hopen we dan maar. Op dinsdagavond. Iedereen kan het zien. Kom 30 keer voorbij, Joost. En ik hoop dat we toch tot iets gekomen zijn. Ja, ik denk het wel. We gaan binnenkort verder in overleg met onder andere deze heren. Ja. Even kijken wat we hier nou kunnen doen. Nogmaals, het verhogen van de stoepen werkt niet, vind ik. Vind de verkeerskundige. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen met borden, met banners. Met dingen die we op. Maar we gaan er iets aan doen. We gaan proberen het te helpen. En ondertussen. Komt u! Komt u door de Volkingenstraat? Kan je hier ook alleen al naar de beurs heen? De beurs, jongen, is echt niet. Ik heb nog niks gedaan, jongens. Joost kiest tussen de Herenstraat of de Volkingenstraat. En dan kiest hij de Zwanenstraat, want alle straten zijn maar even liep. Ja, die kant op, Joost. Dankjewel. Ongelooflijk, jongens. Het was een zware bevalling. Ik weet niet of het iets op heeft geleverd, maar toch is het gevoel positief.